Candy Ace. Waarschijnlijk een van de mooiste drie kaarten trucs die er bestaan. Ik heb hier drie kaarten. Een klaver 2, een klaver 3 en een ruitenaas. En dat is de ruitenaas die in de gaten moet houden. Hij ligt in het midden van het stapeltje. En toch, als ik de kaart heel snel schud, heb je niet gezien dat ik heel snel de aas verwisseld heb. Want kijk, de aas ligt nu bovenop. Dat ging snel, hè? Daarom zal ik het op mijn handen op de tafel doen als we het voor het echt gaan doen. Let goed op. De aas, de 2 en de 3. Waar is de aas? Hier? Nee, als je daar zou willen, dan kost het je heel veel geld. Zou je hier willen, dan kost het je ook heel veel geld. Want de aas ligt natuurlijk gewoon keurig netjes in het midden. Ik zal het nog een keertje doen. In slow motion deze keer. Iets langzamer. En toch zonder dat je door. Let goed op. De aas, de 2 en de 3. Fine kids. Als het snel gaat, moet je het zeggen. Waar ligt de aas? Fine kids, hier? Hier ligt natuurlijk gewoon de 2. Hier? Daar ligt er iemand. De aas ligt gewoon altijd. Misschien ging het te snel. Of misschien kon je het gewoon niet volgen. Want heb je enig idee hoe deze truc werkt? Ik zal het je vertellen. Ik heb namelijk 3 kaarten. En jij hebt maar 2 paar ogen. Of 2 ogen. Niet 2 paar, heb je 4 ogen. 2 ogen. Dus je kan het nooit alle kaarten tegelijk in de gaten houden. Dus wat ik ga doen, ik zal 1 kaart wegnemen. En dan gaan we het mysterieuze spel spelen van de 2 kaarten. 2-card mold. Het is eigenlijk nog nooit vertoond in het hele historie van deze truc. 2-card mold en let goed op, want het gaat heel snel. De aas ligt bovenop het stapeltje. Of eigenlijk onderop. Dus als je zo doet, kan je missen. Zag je het? Zag je het gebeuren? Eigenlijk is het een hele oude move hoor. Ik leg het een beetje uit op deze manier. Want wat je doet is je beweegt de kaarten. En op die manier wissel ik de aas voor de 3. En daar komt het moeilijkste. De dubbele switch. Let goed op. Zag je het? Want waar is de aas? Boven of onderop? Boven? Onder? Het maakt niet uit. Je verliest namelijk altijd. Want de aas ligt natuurlijk daar. En dat